Oh god, we droppen meteorites. Ja? Dus wat wij moeten beschermen is een beetje de hek waar we nu op staan, hè? Ja. Maar ik zei, het maakt niet echt zoveel uit, je moet gewoon alle vijanden verslaan. De rest maakt niet echt zoveel uit. Zo, we zitten nu honkbal te spelen. Oh, daar! Nou, oh, fuck, het was een robot. Spelen bom. Man, ik hou van tennis. I know, right? Oh, nee, dat was een home run. Nice. Oh. Ah, nice, another one. Nog één. Nou, dat is... cool. Oh, nu gooien ze met auto's. Oh nee, ik denk dat het wel dicht wat was. Ik ben er saai. Sorry, maar Sam. Eén ding wat Japanse like, Twitter heeft gevonden is, like, Engelse dame met Japanse woorden, like, views en zo. Sorry, maar Sam. Not in the fuck. Shot the fucking button. Shot the fucking button. Astonishing. Wat was het fucking... Wat doe je dus ook weer, like... lol weer. Nee, ik weet niet meer. Dat was één ding met lol, waarbij als je steeds like, een kill deed achter elkaar, dan... kreeg je zeg maar zo drinken, like... unstoppable. Unbeatable. I don't know, ik heb geen lol gespeeld. Ja. Yeah. Lol was leuk. Eerlijk gezegd, fuck lol. Nee, fuck Riot Games. Fuck Riot Games. Dus ja, de fans is gebroken, dus we hebben geen oneindige energie meer. Nou, dat sucks. Je moet je best doen. Ja, dat moet het maximum effort, Dennis. Weet je, ik zit te bedenken, we hebben volgens mij meer films te kijken van Marvel dan alleen de 21 films. Ja. Want we hebben ook Deadpool te kijken en zo. Maar Deadpool komt ook nog eens terug, of niet? Deadpool komt niet echt voor in andere Marvel films. Nou, kwam die in ding voor? Nee. Like in, nou, hij kwam niet voor in Civil War, toch? Hij kwam niet voor. Nee? Alleen een stripboek komt er soms voor bij andere dingen. Hmm. Ik weet dat er één stripboek is waar hij like, met Thanos de Infinity Glove probeert te stelen. Er zit zo'n soort ducking helikopter samen. En hij verwisselt de Infinity Glove met het plastic speeltje aan Thanos en dan slijkt hij zelf de Infinity Glove. wat deed hij daarmee? Van wat de fuck hij wilde. Nou, hij gaat niet zijn kanker fucking cure? Oké dan. Dan nu hij zo ver lost in zijn hoofd, de eerste gestortheid, dat hij in de Avengers anime probeerde hij de lijn van Avengers te worden om meer populair te worden in Japan. Wat? Of wat? Er zit een Avengers anime, wist je dat niet? Nee, dat wist ik niet. En bij raad wie de stemacteur van Deadpool is? Nou, dat weet ik wel, Dio. Dit is Dio, wat een geweldig. Nou, maar hoe Captain Boba eigenlijk is, die Avengers anime. Want volgens mij was dat die clip. Was er een clip met haar? Nou, was de Avengers anime goed, of is het dat? Ik weet het niet echt. Hoe zijn ze op de dak gekomen? Ik weet dat er wat goede momenten zijn dankzij de auto Shishida. Wat zou... wat ik... het is een beetje raar. Oh, wat is dat? Hij slide it upwards. Oké. Dat makes... Oké dan. Ik schrijf jullie gewoon naar beneden. We hebben geen zin erin. Oh no, the electric pen is here. Ben just jumped down into the water. You can't catch us there. Oh, you faked that? Zap, 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 zap. Zap, zap, zap. Je hebt gelukkig ook de goede plate ertoe. Motherfuckers. The electric pen komt eraan. Guess I'll die.
zit te bedenken, maar like, volgend jaar wordt gewoon een jaar van slechte RPG's. Oh. Hoe bedoel je slechte RPG's? Final Fantasy 2 en Digimon, like, Digimon Data Squad. Nou, geen zorgen. Een van de twee gaat misschien nog snel voorbij. Wat zeg je? Een van die twee gaat misschien sneller voorbij. Dat zijn allebei niet zo erg lang. Dat wel. Dus, 2 is niet moeilijk als je weet wat je doet. Dat is wat makkelijk, het is gewoon saai. Ja, dan weet je wat, misschien zijn beide spullen zo'n beetje saai daar, nee. Dat zijn te makkelijk, als je het zo doet. Deze squad is gewoon boost op, boost op, boost op. En doe dan like 4000 schade of zo. Ik vraag het wel wat even bij die spel zijn. Ja. Maar ik heb volgende week, ik heb veel films te kijken nu. Like Detective Pikachu meerdere keren. Ik moet John Wick 3 zien. Dan is er nog Toy Story 4. Wat verdomme, is dat iedereen heeft het over John Wick, maar ik heb die film nog gezien. Ik heb gisteren like, de tweede film gezien. Was het leuk? Ik heb ook de eerste film gezien, dat was leuk. Ja, het is wel interessant. Oh, ik zei al, de film is like 90% John Wick vermoord mensen. Maar waar? Nou, dat is fucking tasteless. Het is battle as fuck. Ik zeg wel zeggen dat de tweede film meer actie heeft. Maar ik vind de tweede film wat meer interessant verhaalwijs. Want het heeft wat meer acties dat voor consequenties zorgt en zo. En er is meer escalatie met allemaal shit wat er gebeurt. Like, John Wick 1 is gewoon een grote revenge plot. Dat was ook over het begrepen, ja. Like, ze hebben hem zijn hond vermoord en hij accepteert dat shit niet. Nou, niet genoeg XP om iets te upgraden. Nee. Ik heb de sets nu. What the fuck is hier gaan? Like, niet dat het aan gaande is, dat fucking muziek. Als iemand gewoon geluid staat maken is met zijn mond en dat was ook muziek doen. Wel, oh, Ennis, dat is de typische westerse muziek en Hollywood muziek. Ben je er blij mee? Okay, nou, van de atmosfeer dat het geeft, dat de tensheid dat het gebeurt, want het is like... Man. De Japanse spellen zijn geweldig op de soundtrack. Wat weet je wel de soundtrack van God Eater? Het geeft me rare gevoelens, maar voor op de goede manier. Ik hou alleen niet zoveel van de opening met dubstep en alles. Ja. De visuals zijn nice, though. De visuals zijn nice. Ik ga misschien de anime kijken voor de visuals. En dan heeft het dezelfde opening als die van Leiden Bay. God fucking damn it. En wat een korte reden waarom de meeste mensen Goldtieter en anime niet leuk vonden, is dat het begon wel goed, maar like, na aflevering 9 hebben ze like, de laatste 5 afleveringen komen like, volgend jaar. Nou, wat? Dat is raar. Dus Zeke heeft zijn post verlaten. En heeft niet al nog gelet. Toen ik naar binnen kwam, was het te laat. Het plek was slick met gore. Poor bastards never got any backup. If Zeke kept his post, they'd be alive now. And Alden would still be in a cage. Not sure Zeke's ever gonna forgive himself for this. Don't know that he should. So what does Zeke's post actually? I was up all the letters of the stop. Proud of their victory over the cops. And over me. Now the race sphere seems farther away than ever. Alden knows we're coming. He'll prepare. Oh, we fucked up, Ennis. That sucks. We hebben geneukt. Ja.
have you been, Cole? I've been trying to reach you. Alden's gone, Moya. Transients busted him out and killed every cop in the prison. This is unacceptable, Cole. You had explicit orders to keep him there. What the hell happened? Look, don't lay this on me. I did everything I could. Zeke is the one who blew it. I told him to stay back and help the cops, but he wouldn't listen. It's time to cut him loose, Cole. He's become a liability, and we have no margin for error, especially with Alden back on the streets. I'm gonna make a run on the next substation and beat the hell out of some bad guys. Neat. Neat. Zo stuitend die jacht voor de Alden. Ja, de jacht voor Alden is daar. Maar laten we eerst de nieuwe Clawwork krijgen. Oh boy. Laten we even snel daarmee bezig zijn. Geef me even 10 seconden. Dit doet een pauze. Supposed to help the cops keep an eye on Alden, make sure he stayed locked up. But Zeke took off, and it all went to hell. Cops are dead, and Alden's free. That's horrible. I know he means well, but this is serious business. People are dying, and I can't protect everyone. Might be time for Zeke to take a yes. pinch. Zeg je? We gaan gewoon door, toch? Ja. Okay. In de Evil Plato zegt ze, geeft ze jou de schuld als ze denkt dat jij wat hebt gedaan. En ze denkt dat het aan jou ligt. Ook al leg je het uit, maar ik geloof je niet. I don't believe you. Okay, I don't believe you. You did 9/11. You did World War II. You did everything. Jij bent koffie te lispen. Ja. You were the one who stopped socialism from working. Holy shit, ze gaan wel. Oh ja, dat is. We zitten nu echt in de put. I'm sad now. Godverdomme, is nog een andere reden waarom deze fucking commentary kan weinig is. Geen punts. Niet alleen nu je fucking trap. Dan zijn er ook nog zo'n punt dat je denk allemaal fucking ding doet. Ik kom binnen, saai, dus hey, tenminste heb ik goede smaak vibes, toch? Ja, dat is de enige saving grace die je hebt, fucking trap. Zero is best waifu. Fight me IRL. Dus we hebben een schild. We zijn met een shield hier, alweer. Nee, dat betekent dat je niet kon aanvallen. We zijn cooler dan de shields hier, though. Exactly. We are God. Ora Kaminari. Though, ik zeg dat. Ora Kaminari. Though, ik zeg dat, maar... In de webnaam wordt shield wel uiterlijk ook een god. Wat wordt die? Ook een god. Danny. In de webnaam. Nou, niet de fuck. Nou, I know, right? Ik zit ook gewoon rustig te lezen en ik lees deze bullshit. Even nou, Fumi klinkt als raar persoon. Zo, hoe zit dat met deze rideshield? Like, elke schot die de rideshield neemt, neemt energie ofzo? Dat is een upgrade. Nu doet hij dat niet, maar dat is een upgrade die je kunt krijgen. Dat kan ik ook best wel snel neem. Ah, talklozen, de! Ah, we hebben talklozen zulke wapens anyway. Hoor je dat, Dennis? Ja. Het is het geluid van een doof. Wat als je vertelt dat Dr. Doom, like, even wapens supervijanden, een god werkt?
Hij had de Infinity Gauntlet ook, of niet? Hij was, zijn... hij was volgens mij de eerste met de Infinity Gauntlet gezien. En Thanos was degene die het eerste de Gauntlet gebruikte, geloof ik. Voor mij was waar de verhaal begon, dus van... Dr. Doom werd een keer God Doom en heeft het like, de hele universum veranderd. Om eerlijk te zijn, weet je, elke keer wanneer ik over de stripboeken hoor van Marvel, right? Het klinkt als een insanity. Ik guess dat gebeurt al in reboots en shit, maar het klinkt als één grote insanity. Ja, weet je, dat is toch het vervelendste ding gewoon met de hele Marvel's in de wereld. Is elke keer zo wel een fucking reboot aangaande. Ja. Het is fucking kut. Daarom zeg ik dat manga's beter zijn, gewoon voor het feit dat... ik eigenlijk het kan volgen. Ja. Yeah. Ik denk dat een van de grootste problemen is vooral, want want sommige van deze IP's zoals Spider-Man of Captain America bestaan veel langer dan vandaag. Ja. Yeah. En omdat de schrijvers niet oneindig het kunnen leven, of oneindig het kunnen schrijven, moeten ze altijd weer nieuwe schrijvers erbij halen die weer andere ideeën hebben. Dat ook. En dit zorgt er alleen maar voor dat, weet je wel... sommige schrijvers hebben dan niet echt zoveel creativiteit, om het zo te zeggen. Want dan moeten ze altijd maar focussen op Spider-Man dit, Spider-Man dat. Ja. Dan is het ergens dat je 20 versies hebt. Manga daarentegen is gewoon één schrijver, zijn project, zijn werk. Niemand anders mag hem aanraken. Een beetje. Wat goed is. Ja. In Japan is het best vaak zo van, ja, zei iedereen, manga is altijd geschreven door één persoon. Gemaakt door één persoon. En het, daarom is er, voelt het soort, voelt het vaak alsof ik dan ook echt, alsof er niet veel contradicties is. Want één persoon dacht dan, weet je, ik ga alles beneuken, lol. Daarom is de reboot shitten. Daarom reboots ook steeds dingen. Maar op deze manier, omdat er altijd maar één persoon is die zo'n beetje het hele verhaal schrijft, vertelt toch? Ja. Zorgt het ervoor dat we altijd als die persoon bij kunnen houden van zo van ja, weet je, je bent niet zo goed met dit, misschien kan je het verbeteren of zoiets. Dat is ook een ding. John, waar ben je? John heeft ons gebeld, Tess. Oh, shit. Oh, hij wil een meeting doen. Hey, Moya, you're sitting down. John just called me. What? All he heard was static. What did he say? Wants me to meet him. Heading over there right now. That's fantastic news, Cole. Yeah, I'll say. Finally starting to see some light at the end of this damn tunnel. Convince him to come in, but don't push too hard. He's been undercover for a long time. I need you here, superstar! So he might be a little paranoid. If he feels threatened, he'll run. Don't worry. I'll handle it. Oh, boy. Tijd voor Sidequest Hell en is weer klaar. Hoi. Not the problem. Audio recording of Kessler follows. Final preparations nearly complete. The device will be delivered to the corner of 19th and Slow Tip 1900 hours, with detonation following 2 minutes later. Post-blast, the device will be retrieved and placed into stasis while I await the results. In case the event doesn't bring about the desired results, a second event will be scheduled. Huh. Oh! The number one defense first lock is in here. There's been a plague was running rampant, threatening to spread all over the East Coast. We had to take one for the team, they said, for the good of the country. It seems after the quarantine. It makes you wonder, doesn't it? What did they know? What? Kut, het heet! Wat?! Domme. Ze hebben de speakers van de tv kapot gemaakt. I know what. Fucking close up. It was working this, you know? Based on the evidence I've collected, I'm recommending immediate action be taken against Kessler. Because of the threat he poses to national security, Kessler qualifies for extraordinary rendition pursuant to subsection 34C of the Patriot Act. Please advise. Well, that's too bad. I just wanna get the blaster, there you go. Weet je wat deze spel nodig heeft? Wat? Slow motion.
I know some of you love the idea of a superhero running around out there, fighting for truth and justice and all of that, but it simply isn't true. Lightbulb Man cares about one thing and one thing only, himself. So let's stop with the high fives that have been thrown his way since the Roosevelt Bridge reopened. Because Light Socket had nothing to do with it. Two engineers named Roger Miller and Lou Perman are the ones that got the bridge open. You want to thank someone, you thank them. They're the real heroes. To be honest, it's like, hey, you have to look at the theater for some. Evil Cold Date over yourself. Audio recording of Kessler Evil Cold Date. Animal-based trials have proven to be an effective, if limited, means of experimentation. Because animals lack the advanced cognitive thinking of humans, the race fear literally forces extraordinary abilities upon the test subject. That said, all data suggests that in the event the race fear is activated in the presence of a human conduit, the results will be extremely impressive. Abilities should manifest within 1 to 48 hours, and given the right circumstances, the conduit will have full control of their powers within 3 weeks. Current testing shows that the sphere has no effect on humans that are not conduits. Interesting. Hmm. Dus iemand moet al superkrachten hebben om superkrachten te krijgen van de racefeer. I'm sick and tired of getting the runaround. My handler has vanished and no one is returning my calls. How much more evidence do you need? If this goes down, it'll be on your hands, not mine. You let this happen.